Tegenwoordig koopt bijna niemand meer fysieke cd's. We luisteren muziek via Spotify, kopen nummers via iTunes en sommigen kopen moderne muziek op ouderwetse LP's. Maar de compact disc, oftewel cd, heeft zijn langste tijd wel gehad. Dat is wel eens anders geweest. Een jaar of 15 geleden moest en zou ik elk nummer dat ik leuk vond op single hebben en van mijn favoriete artiesten moest ik ieder album hebben. Maar die schijfjes liggen inmiddels allemaal op zolder. In Rick's Muziekzolder zoek ik deze cd's weer eens op en kies ik elke week een lied met een verhaal waar ik vroeger helemaal gaga van was. Ja, en deze week is het inderdaad weer een cd waar ik helemaal gaga van was vroeger. Ik probeer ze meestal een beetje te ontwijken elke week, maar ik heb er toch eentje meegenomen, een metal cd. Oei, ik zag het je inderdaad, ja. Ja, om gelijk met de deur in huis te vallen. De cd die ik heb meegenomen is Mea Culpa van After Forever. Dat is een soort best-of-album eigenlijk uit 2006. Even kort over After Forever. We hebben het al vaker gehad in de uitzending over Nightwish en Floor Jansen, de zangeres van die band. De Nederlandse zangeres van die band. Ja, ja. Haar oorspronkelijk band, haar eerste band als het ware, is After Forever. Ik ga hem er even zo bij zetten. Oh, wat zie ik op die allemaal van die... Wat zijn dat voor tekens op die cover? Dat zijn... Ja. Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet helemaal uit. After Forever was dus de eerste band van Floor Jansen. Die is ze begonnen in de middelbare schooltijd al. Heeft ze jarenlang gedaan. Was echt haar dingetje. Op een gegeven moment viel die band uit elkaar. Dat was, ik denk, 2008 ongeveer. Mm-hmm. Zo een beetje. Dus niet al te lang na deze plaat. Daar is zij behoorlijk kapot van geweest. Ze is toen in een zware burn-out terechtgekomen. Waar ze jarenlang last van heeft gehad. En toen ze daar weer een beetje bovenop was, toen is ze dus uiteindelijk gevraagd om als zangeres in Nightwish te komen. Waar ze nu weer helemaal doorgelukkig mee is. Wat mooi. After Forever, de andere bandleden, enkele bandleden van die band, die zijn toen de tijd ook een nieuwe band gelijk begonnen. En die band bestaat nog steeds. Dat is namelijk Epica. Ah, oh, Epica. Ja, ja. Dus After Forever is eigenlijk de voorloper van Epica. En dat is ook best wel te horen. Niet zozeer op de plaat die ik heb meegenomen vandaag. De plaat die ik heb meegenomen, het nummer, dat is een cover. Ze hebben redelijk wat covers gemaakt ook in de tijd. En dit is een cover van Iron Maiden. Ik heb expres deze meegenomen. Ik denk dat het wel metal is, maar misschien een nummer wat meerdere mensen wel kennen. Mm-hmm. En dat is The Evil That Men Do. Dus niet door Iron Maiden, maar door Floor Jansen van destijds After Forever. Gaan we draaien nu? Yes.